In het hoge noorden van Amsterdam staat van verre herkenbaar aan zijn 8 schoorstenen de centrale Hender, de grote elektriciteitsleverancier van de hoofdstad van het land, van Zaandam en van een paar kleine randgemeenten. Reusachtige stoomturbines zorgen voor de aandrijving van de generatoren, waarin de elektrische energie bij een spanning van 10.000 volt wordt opgewekt en getransformeerd tot 50.000 volt. Het is een in alle opzichten moderne centrale. Voor de energievoorziening van ons land was het een belangrijk moment toen mevrouw Van Wijk, de echtgenote van de Amsterdamse wethouder van Economische Zaken, met een druk op de knop een nieuw schakelstation in gebruik stelde, waardoor de centrale Hemweg een directe koppeling kreeg met het landelijke 150.000 volt koppelnet. Het nieuwe openluchtschakelstation beslaat een oppervlakte van 80 bij 200 meter. Met de ingebruikneming van dit nieuwe complex is nu een energieuitwisseling mogelijk geworden tussen Amsterdam en de overige landelijke centrales.